Ja, Steven, het was moeizaam vandaag, maar zeker in deze fase van de competitie blijf staan. 3 punten, belangrijk. Ja, zeker. Ook met de wedstrijd op oog voor volgende week, waarin we Vitesse treffen. En zij hebben natuurlijk 0-0 gespeeld tegen ADO. Dus dat was, was een must win eigenlijk vandaag. Met 5-3-2 begonnen jullie. Waarom was dat de beste manier om Utrecht te bestrijden? Ja, weet ik niet. Dat was het plan. En het pakte eigenlijk niet zo goed uit in het begin. Daar kregen we overigens de goal niet op tegen of zo. Dat was gewoon een corner. Maar weet niet. Dat was de keuze die we hebben gemaakt. En uiteindelijk snel teruggeswitcht. En toen zag je wel weer een beetje de automatismes terugkomen. Ja, want je komt ook niet in je spel, welk systeem je ook speelt, als je zo slordig bent aan de bal. Hè? Ja. Zoals in de eerste helft. Dat moet wel frustrerend zijn. Ja, het was een matige wedstrijd. We kwamen moeilijk voorin. Via het middenveldspel. En dan zijn de spaarzame momenten die je moet aangrijpen. En dus gelukkig eigen goal met de 1-1. Daar hadden we een beetje geluk mee. En dan de 2-1 met een goede actie van Luis en goed afgemaakt. En dan kan je een beetje naar achteren leunen en kunnen we eigenlijk in de counter nog veel beter uitspelen. Ja, dat is echt zo'n doelpuntje gemaakt waar twee buitenspelers betrokken zijn. Snelle combinatie, snelle goal. Ja, met Luis. Als je Luis in de 1-1 krijgt, dan weet je gewoon dat hij er vaak langs gaat. Dat is gewoon zijn kwaliteit. En dan kan ik me al volledig focussen op het positioneren en wachten op het juiste moment tot het team even klaar liggen. En ja, dan moet je er zijn. Van tevoren werd deze wedstrijd best wel getypeerd als aanhaken of afhaken. Moeilijke uitwedstrijd bij FC Utrecht. Jullie winnen, lopen iets in op Vitesse. Ja, dit moet wel het goede gevoel geven voor de restant van die competitie. Ja, jawel. We zijn nog. We moeten gewoon kijken naar de plekken boven ons. En dat is als allereerst Vitesse. En die krijgen we volgende week. Dus dit is goed, maar nog niet genoeg. Gespeeld in een prachtig groen shirt. Ja. Met een bijzondere gedachte er ook achter. Mm-hmm. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, het is sowieso een fantastisch shirt. Toen ik hem al zag hangen in de kleedkamer, had ik al net even wat meer zin in de wedstrijd, ja. Laat ik het zo zeggen. Omdat ik vind het echt een geweldig shirt. Ja, en je kreeg vandaag ook nog een klein beetje support, hè? Iemand uit het raam van het kantoorgebouw. Ja, daarachter zo. Ja, Feyenoord is overal. Ja. Mooi. Laatste dingetje, want we zagen Justin weer uitvallen. Dat is natuurlijk meteen schrikken gezien zijn verleden. Ja. Ik zag hem wel weer voorbij lopen. Hoe is het met hem? Volgens mij wel goed. Het was meer de schrik dan dat het echt iets is, maar... Uiteindelijk volgens mij is de diagnose vaak altijd 24 uur of 48 uur. Dus als ik nu ook al de dokter moet zijn, dan is geen goed teken. Dus maar volgens mij gaat het prima. Dankjewel. Ja. Duimpje omhoog gedaan, al geabonneerd. Klasse.